Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Nu in de boekwinkel. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is dinsdag 24 januari. En naast me zit Ivo Verrips. Goedemorgen, Bas. Het is bitter koud, die graadje of drie. Ja. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. De gemiddelde winst over 2022 bij de grote Nederlandse bedrijven. Die gaat naar verwachting met een vijfde dalen, zegt het FD. En de Nederlandse luchtvaart wordt op achterstand gezet door een nationaal CO2-plafond, schrijven ze nu in een brandbrief. En vragen zich af waarom wij weer Rooms van de paus willen zijn, of het slimste jongetje van de klas, terwijl er Europese regels zijn die dat op een andere manier doen. Nou, we geven je inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En die begint in Moskou vandaag. Want op een aantal Moskouse daken staat sinds afgelopen week ineens luchtafweergeschut opgesteld. En grote kanonnen. Zijn ze daar bang voor Oekraïne? Bij het ministerie van Defensie staat dat ook op het dak. En is Poetin dus niet meer zo zeker van zijn eigen zaak. Aan de lijn onze correspondent in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is er een verklaring waarom die luchtafweerwapens ineens op die daken staan? Ja, er zijn verschillende verklaringen. Sommige mensen zeggen dat er bijvoorbeeld op het ministerie van Defensie, waar een Panzer S1-installatie is neergezet, dat die er al vanaf 22 december zou hebben gestaan. Maar vorige week verschenen er overal op filmpjes dat er her en der in Moskou ook van die installaties op daken werden geplaatst. En toen bleek toch wel dat het vrij nieuw was allemaal, dat ze het net vorige week aan het doen waren. Ik denk toch we hebben gezien dat Oekraïne natuurlijk in de regio Saratov, in de regio Ryazan, enkele weken geleden, dat daar met drones die militaire luchthavens zijn bestookt. Daar zijn vliegtuigen bij beschadigd, zijn ook militairen bij omgekomen, Russische militairen. En dat was op 700-800 kilometer van de Oekraïnse grens af. Dus die drones hebben heel ver kunnen vliegen. Ja. Nu is er sprake van dat de Oekraïners beschikken over een drone of een raket die zelfs meer dan 1000 kilometer zou kunnen bereiken. Ja, dan ligt Moskou binnen handbereik. En misschien dat het daarmee te maken heeft. Anderzijds wordt er ook wel gezegd dat de regering dit doet om de bevolking te laten zien dat het echt menens is. Ja, wat Oekraïne betreft. Ja, exact. Dat die Oekraïners ook een soort PR-dingetje. Dat de Oekraïners inderdaad dreigen en kijk eens hier, dan zet je die wapens neer. Maar wat vinden bewoners van Moskou in reactie op die wapens? Je zegt dat wordt breed gedeeld op social media. Dat doen ze niet om te zeggen, kijk, leuk. Dus dan staat luchtafweergeschut op daken, neem ik aan. Nee. Ik ben gisteren even in Gorki Park geweest. Dat ligt tegenover het ministerie van Defensie. Met de rivier Moskva in het midden, zeg maar, aan de overkant. Ik heb daar wat mensen gesproken. En er waren mensen die hadden het nog niet eens gezien. Die zeiden, ik volg het nieuws niet. En lieten het gelaten over zich heen komen. Maar op een gegeven moment stond er een jonge man. Die stond het te fotograferen met zijn iPhone. Die wist er dus wel vanaf. En die zei ook van, ik vroeg me van, verwacht je dat er wat kan gebeuren? Ben je daar bang voor? Zegt hij. Hij was er wel zeker van dat het zou kunnen gebeuren. Hij zei, we moeten maar hopen dat het niet zo is. En ze waren eigenlijk meer nerveus over het feit dat ze door een buitenlander werden aangesproken over deze hele kwestie. Want dit soort zaken ligt gewoon heel gevoelig om daarover te praten met Russische burgers. Zeker ook als het vreemden betreft, dan vallen ze toch al vrij snel stil. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat ze denken, wacht even, als dit gebeurt, hoe goed gaat het dan wel met die speciale militaire operatie, zoals meneer Poetin dat eufemistisch noemt? Hij noemt het inmiddels oorlog, maar hoe gaat het daar dan mee? Want kennelijk worden we dan echt actief bedreigd. Dus zijn we niet echt aan de winnende hand. Ik kan me voorstellen dat dat niet een mooi signaal is. Nee, ik hoorde gisteren
Russische politicoloog Abbas Galiamov, die heeft zelf in het Kremlin gewerkt, is al jaren daar weg en is helemaal de andere kant op gegaan. En die zei ook van ja, dit is een absolute PR-verlies voor Poetin. Oh ja, precies. Ja. Juist een PR-verlies, omdat hij ook daarmee aangeeft, kijk, het gaat helemaal niet zo goed in Oekraïne wat de strijd betreft. En dat zal de meeste mensen toch ook wel zorgen baren natuurlijk, als ze dit soort installaties op de daken gehezen zien worden. Ja, duidelijk. Dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman. Ja, we weten, door die Russische oorlog in Oekraïne kost vluchten vanuit Europa naar Azië veel meer tijd. En dat is niet alleen duur voor luchtvaartmaatschappijen, het is ook slecht voor het klimaat en ook wel vervelend voor passagiers. De meeste vluchten kosten nu ruim 10% meer tijd, omdat je niet meer over Oekraïne en Rusland kunt vliegen. En dat betekent dus 10% meer uitstoot op die vluchten, blijkt uit een analyse van het databedrijf Lennok op verzoek van BNR. Energieverslaggever Mark Beekhuis doet verslag. Zeggen ze. Of soms vliegt het door de lucht. Tijdens een reis naar Azië viel het me op. We vlogen zowel heen als terug een heel andere route dan anders. Een enorme omweg. Maar hoeveel meer kilometers zouden er gevlogen worden? Daarvoor klop ik aan bij Lennok, een bedrijf dat een database heeft met alle vluchten van de hele wereld. En Paul Vaneker, die heeft voor mij uitgezocht hoeveel langer vluchten nu duren dan voor de oorlog van Rusland in Oekraïne. Het begint allemaal in het vliegtuig. Eerst Londen naar Azië en daarna van het Azië terug naar Helsinki en dan Amsterdam uiteindelijk. En het viel mij al op al in het vliegtuig. Ik heb ook een screenshotje gemaakt van het scherm wat je dan voor je in het vliegtuig ziet. Dat we een hele bijzondere route hebben. Normaal verwacht je van Londen naar Tokio was dit, zo aan de noordrand van Rusland te vliegen. Maar dat deden we niet. We gingen over Ankara ongeveer heen. Ja. Dus het is echt heel veel zuidelijker. En dat was heen. En dan voor terug. Nou, dan moet je echt kijken. Dit is echt een enorme omweg die we gevlogen hebben. Tokio over de Noordpool. Echt om Rusland heen. En uiteindelijk, het lijkt een hele lange route terug. Maar het is wel de meest efficiënte route. En jullie hebben een database met daar alle vluchten van de hele wereld in. Ik ben gaan kijken. In eerste instantie 2019, normaal jaar, geen oorlogen behalve in de Donbass. En toen ben ik gaan kijken van wat is er nou de gemiddelde vluchtduur van een vlucht even voor dit beeld vanuit Amsterdam naar Seoul. En dan praat ik nu over heel 2019. Moet ik even overdenken. Hij ziet 645 vluchten. En schema technisch staat gepland dat KLM er 10 uur en 30 minuten over doet. En Korean doet er 10 minuten langer over. Schema technisch doet er 10 uur en 40 minuten over. Ga ik dezezelfde routes bepalen in 2022? Dan kwamen er in maart, april beperkingen om over Rusland heen te vliegen. En toen werden de routes aangepast met een vluchtafstand van 11 uur en 45 minuten van KLM. Dat betekent dat er een uur en 15 minuten toegevoegd is, schematechnisch, aan de vlucht. En je hebt dit nu op je scherm staan voor één route, Amsterdam-Seoul. Maar je hebt er een heel spreadsheet van gemaakt. En daar staan heel wat verbindingen op Amsterdam-Seoul, Helsinki-Seoul, Londen naar Seoul-Parijs. En al die vluchten zijn, nou, wat zullen we zeggen, zo gemiddeld een uur ongeveer langer geworden? Ongeveer 10%? Ja, behalve Helsinki-Seoul, die heeft een enorme impact gehad. En dat is namelijk vanwege de geografische ligging van Helsinki zo dicht bij Rusland en de beperkingen die vanuit Helsinki om over Rusland heen te vliegen. Maar dit is natuurlijk vervelend voor de luchtvaartmaatschappijen. Want het is gewoon duur als je een uur een vliegtuig in de lucht moet houden. Wat kost dat? Ongeveer. Ja, je hebt de brandstofkosten is het belangrijkste component, zeker vliegend. En zo'n toestel, zo'n 777, waar deze route mee wordt gevlogen, is mijn inschatting dat er rond de 5.000 tot 7.000 euro per uur aan brandstof verbruikt. Ja. Zowel heen als terug. Het kost voor passagiers meer tijd. Het kost voor het klimaat natuurlijk ook extra CO2-uitstoot. Dus het is aan alle kanten slecht dit, hè? Er zijn geen winnaars. Nee. Beekhuis, was wel even op weg naar Japan. Daar gaan we. Mm-hmm.
En daar gaan we. En daar gingen we, precies. Ja, dan journalisten die overstappen naar de wereld van corporate PR en communicatie. Dan stap je over naar de dark side. En soms is die dark side wel heel lucratief. We gaan je zo vertellen hoe. Ochtendnieuws. Ja, we blijven even in de luchtvaart. Want de Nederlandse luchtvaartsector wordt op achterstand gezet door een nationaal CO2-plafond, schrijft de sector in een brandbrief aan minister Harbers van Infrastructuur. De briefschrijvers stellen dat de plannen van de minister haaks staan op de in december gemaakte afspraken met eurocommissaris Frans Timmermans. Toen besloot de Europese Commissie onder de noemer van dat Fit for 55-pakket om de basis te leggen op die manier voor een Europees CO2-plafond. En met dat plafond wordt bepaald hoeveel de luchtvaart maximaal mag uitstoten en wat het zal kosten als ze daarboven komen. Nou, we weten dat plafond dat gaat ervoor zorgen dat er waarschijnlijk een stuk minder wordt gevlogen, omdat de prijs per ticket flink gaat stijgen. ABN AMRO rekende eerder al uit dat een ticket naar een beetje Europese bestemming, Barcelona of iets dergelijks, 50 tot 60 euro duurder zou worden. Ja. Alhoewel er ook wel vragen zijn of daadwerkelijk er dan wel minder gevlogen gaat worden, of dat er dan gewoon andere mensen gaan vliegen. De luchtvaartsector die zegt, nou ja, laten wij nou gewoon aansluiten bij dat Europese plan en niet weer als Nederland een eigen plannetje maken. Want als het kabinet dit zou doortrekken, dit plan, dan zou volgens de briefschrijvers vooral de eigen luchtvaartsector de pineut zijn. De vraag is hoe wenselijk dat is. Ja, we blijven eventjes in de uitstoot. Want de verkoop van CO2-uitstootrechten aan grote vervuilers bracht de staatskas in 2022 voor het eerst meer dan 1 miljard euro op, schrijft Trouw. Grote vervuilers die maakten in totaal ruim 1 miljard over aan de staatskas. En dat is ruim 200 miljoen euro meer dan in het jaar daarvoor. 2021 blijkt uit cijfers die de Nederlandse emissieautoriteit, de NEA, vandaag gepubliceerd. Zeg maar ja, nee. Of nee, ja. Het aantal verkochte CO2-uitstootrechten daalde juist van 15,8 naar 14 miljoen afgelopen jaar. Maar ja, het is te verklaren door de hoge prijs die vervuilende sectoren moeten betalen per ton uitgestoten CO2. Die prijs was in 2022 80 euro per ton. Stuk meer dan het jaar daarvoor, toen je er 50 euro voor betaalde als vervuiler. Dus minder rechten verkocht, meer geld in de staatskas. Die CO2-prijs was een paar jaar lang maar een aantal tientjes per ton, maar nu dus inderdaad naar 80 euro. Hoe hoger de prijs, hoe sterker de prikkel voor bedrijven om te verduurzamen, zegt het hoofdemissiehandel bij de NEA. Maar binnen de industrie staan zuinige en duurzame bedrijfsvoering, zegt ze, nog in de kinderschoenen. En om de financiële prikkel te verhogen wil de Europese Commissie het hele CO2-emissierechtenhandelssysteem steeds verder aanscherpen. En dan stoelriemen vast, want de gemiddelde winst over 2022, vorig jaar dus, bij de grote Nederlandse bedrijven gaat waarschijnlijk dalen met zo'n 19%. Blijkt uit analyse van analistenramingen voor bedrijven aan de Amsterdamse beurs, waar het Financiële Dagblad over schrijft. Beursgenoteerde bedrijven in de AEX en ook in de midcap-index die hebben steeds meer moeite om gestegen kosten door te berekenen. Zie je bijvoorbeeld terug bij ASML. Ze komen trouwens morgen met cijfers. Analisten verwachten dat de chipgigant een netto-winst van 5,5 miljard gaat rapporteren. Een stukje lager dan de 5,9 miljard van een jaar ervoor. Reden voor de daling, uiteraard, die inflatie. Daar kregen die bedrijven ook mee te maken in de tweede helft van het vorige jaar. Bedrijven die veel winst boekten, die zaten vooral in de energiemarkt. En de rest had eigenlijk het nakijken door juist wat ze moesten betalen aan de energiemarkt. Precies. Dit jaar gaat die winstafname een stuk minder hard. Volgens de prognoses wordt er zelfs een geringe winststijging van 2,6% verwacht. Maar dat is dus wel na een verlies van die 19%. Toch, ook hier is energie weer key. Als de winter mild blijft, dan kan dat zelfs nog wel voor wat beter herstel zorgen dit jaar. Maar over het afgelopen jaar is het dus niet zo'n feest met die winstcijfers. En dan gaan we eens eventjes kijken naar thuisbezorgers. Snelheid is niet langer de belangrijkste factor. Nauwkeurigheid heeft tegenwoordig topprioriteit als het gaat om het thuisbezorgd krijgen van bestellingen, blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Resultaten laten zien hoe consumenten en retailers last mile delivery heel graag zien. En het gaat dus niet altijd, zoals gezegd, om snelheid, maar om accuratesse. Bij ons is Milo Hartendorf, die is partner bij PwC en retail- en consumentenmarktexpert. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, Milo, hoeveel procent van de klanten, want jullie hebben dit gemeten, hè? Zien we hier een duidelijke verschuiving inderdaad? Nauwkeurigheid is belangrijker geworden, accuratesse, dan het snel op de stoep krijgen van je spullen? Zeker een duidelijke verschuiving. Dus dit was inderdaad een van de interessante uitkomsten van ons recente onderzoek. Mm-hmm. Ruim een meerderheid van retailers en ook van de klanten geeft aan dat die nauwkeurigheid in de aflevering tegenwoordig belangrijker is dan snelheid. Ja. Dus klanten hebben duidelijk geen zin meer om de hele dag thuis op een pakketje te zitten wachten. Ja. Iets wat daar interessant kan zijn is zogenaamde tijdsvensterplanning. Een goede manier voor retailers om hier op in te spelen.
Nou, als het aan de consument ligt, dan het liefst natuurlijk weer met een zo nauwkeurig mogelijk aflevermoment. Ja. Maar we zien uiteindelijk dat het managen van klantverwachtingen hier en heldere communicatie cruciaal zijn. Hè? Dus zelfs als retailers het afgesproken aflevermoment missen, dan geven klanten aan nog steeds een positieve bezorgervaring te kunnen hebben als hierover in ieder geval tijdig en transparant wordt gecommuniceerd. Ja, precies. Ja, dat is heel belangrijk. Nou ben je als retailer afhankelijk van degene met wie je opereert, hè, je transportpartner. Die geeft zo'n window aan wanneer er geleverd gaat worden. En op het moment dat je dan ziet dat een UPS, een DHL, een PostNL of een DPD niet afkomt en zegt van nou, we moeten uitstellen naar morgen, dan heeft vaak de leverancier het gedaan. Hè? Dan heeft Bol, die krijgt de ellende over zich heen, zou ik maar zeggen. Ja, nee, dat is inderdaad iets waar de sector natuurlijk probeert oplossingen voor te verzinnen. Ja. En wat je hier ziet, hè, is bijvoorbeeld iets als track and trace. Dat is inmiddels een beetje de standaard in de sector. Dat door klanten eigenlijk een soort van basisverwachting is. Ja. Er zijn ook steeds meer bedrijven die dan proberen, mocht er iets misgaan bij de aflevering, dit toch ook iets persoonlijker te maken door bijvoorbeeld een persoonlijk berichtje of telefoontje. Hè. Dus partijen zoeken naar manieren om dit op te lossen en ook zichzelf duidelijk te onderscheiden in de markt. Ja. Kijkt de klant überhaupt naar duurzaamheid bij bezorgopties? Meer en meer. Daar zijn denk ik twee dingen belangrijk. We hebben de zogenaamde retourzendingen. Uit onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de retailers bij aflevering geen retourlabel of formulier verstrekt voor deze retouren. Ja. Nou, terwijl klanten weer aangeven dat ze dit wel erg belangrijk vinden. Kan dus weer een kans zijn om jezelf als retailer te onderscheiden. Maar aan de andere kant betekent dit natuurlijk extra kosten. De vraag wie dat moet dragen. En we zien hier in de markt wel een duidelijke beweging naar een nieuwe balans. Zowel vanuit winstgevendheid oogpunt zijn bedrijven aan het experimenteren met het laten betalen van door klanten voor retourzendingen. Maar ook, ook vanuit... En ik denk dat het belangrijkste punt is richting de toekomst. Vanuit duurzaamheid leidt dit uiteraard tot betere resultaten. Ja. En als je nou kijkt naar het aantal bestellingen dat te laat wordt bezorgd, neemt dat toe of af? Dat neemt wel af. Mm-hmm. Dus in die zin is de beweging in de markt richting wat de klant wil. Mm-hmm. Dus je ziet, dat kwam ook uit ons onderzoek naar voren, dat ook retailers die nauwkeurigheid bovenaan zetten. Ja. Maar goed, omdat je wat je al aangaf, en natuurlijk meerdere partijen betrokken zijn bij die last mile delivery, bij het bezorgen van het pakketje bij de klant. Is hier nog niet het ideale punt bereikt. Maar de richting is goed ingezet. Precies, maar het is heel belangrijk voor die retailer om inderdaad te weten hoe die klant zo tevreden mogelijk kan krijgen door dit onderzoek. Dus. Exact. Dankjewel. Milo Hartendorff is partner bij PwC. Ochtendnieuws. Dan hebben Nederlanders vorig jaar veel vaker juridische hulp gezocht bij verbouwingen. Bijvoorbeeld verduurzamen van het woonhuis. Gaat bijvoorbeeld om verbouwingen die niet voldoen aan de verwachtingen, of materialen die te laat geleverd worden of helemaal niet geleverd worden. Vorig jaar steeg het aantal meldingen daarover met 40%. Vergeleken met een jaar eerder blijkt allemaal uit cijfers van de juridische barometer van de stichting Achmea Rechtsbijstand. Gaat om hun cijfers dus. In totaal, als je kijkt naar alle klachten, alle hulpvragen, dan is dat wat gedaald. Maar bij die verbouwingen en verduurzamingen dus fors gestegen. En je ziet daar dus vaker ruzies over dat onderwerp. En dat is ook misschien ook wel logisch, want klimaatverandering, energietransitie worden steeds belangrijker. Meldingen over zonnepanelen zijn bijvoorbeeld meer dan verdubbeld. Dus we zijn er meer mee bezig en dat levert ook meer conflicten op. En misschien ook wel dat meespeelt alle problemen met supply chains en dergelijke. Het aantal hulpvragen over allerlei consumentenaankopen steeg ook vorig jaar. En dat komt dan door de stijging van, daar is het weer, online bestedingen. We kopen steeds meer pakketjes. Ja, dan gaat het wel eens mis. En dan krijg je dus ook allerlei klachten en hulpvragen en mensen die daar juridisch iets mee willen. Ja, en vandaag is de dag dat het anker van de coalitie Den Haag verlaat. Het is Gert-Jan Segers. Hij neemt afscheid als volksvertegenwoordiger voor de ChristenUnie. Na 3379 dagen verlaat hij de Tweede Kamer. Dat is 10 jaar dus voor de snelle rekenaars. Hij was 7 jaar fractieleider van de ChristenUnie. En zoals we weten, Mirjam Bikker, zijn partijgenoot, gaat hem opvolgen als fractievoorzitter en politiek leider. Waarom? Segers heeft gezegd, ik wil meer tijd besteden aan mijn gezin, want ik heb echt heel wat zware vlieguren achter de kiezen
in die 10 jaar tijd, anderhalve week geleden, kondigde hij eigenlijk plotseling zijn vertrek aan. Al had hij daar zelf al in oktober over nagedacht en gedacht van ik moet weg. Hij vindt het heilzaam, zegt hij, om op een zeker moment plek te maken voor een ander. En hij wist zijn partij, die 5 zetels stelt, 2 keer in een kabinet te loodsen. Nou, 53 is Gert-Jan Segers nu. Wat hij gaat doen is niet bekend, behalve het feit dat hij zegt ik ga een boek schrijven. Waarin hij reflecteert op de afgelopen 10 jaar Kamerlidmaatschap. Nou, heel benieuwd wat daar gebeuren gaat. Maar met het vertrek van Segers komt er een plekje vrij. Plus, zijn zetel gaat naar Nico Drost. Die zat in 2019 al een paar maanden voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Toen verving hij het zwangerschapsverlof van Stineke van der Graaf, nog steeds Tweede Kamerlid. En nou, die krijgt dus nu Nico Drost naast zich. Segers, lekker thuis, boekje schrijven, helemaal klaar. We danken hem zeer voor de afgelopen jaren, want hij was altijd een prettige gesprekspartner. En wensen hem veel succes met het schrijven van zijn boek. Leonard Beekman, die blijft wel gewoon in Den Haag, ja? En vertelt je wat er nog meer gebeurt. Goedemorgen. De VVD viert vandaag haar verjaardag. De partij is 75 jaar oud. En dat wordt gevierd in het De La Mar Theater in Amsterdam. Maar voor het zover is, brengt VVD-premier Mark Rutte eerst een bezoek aan Brussel. Hij heeft er een overleg met zijn Belgische ambtsgenoot De Croo. En daarbij is ook aanwezig Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. En het is vandaag ook de laatste dag van de voormalige ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij neemt afscheid van de Tweede Kamer. Eerder al gaf hij het stokje over aan zijn opvolger Mirjam Bikker. Om 2 uur vanmiddag is het vragenuurtje en vanavond is er nog een commissiedebat over de JBZ-raad in Stockholm van 25, 26 en 27 januari. Op de agenda vreemdelingen en asielonderwerpen. Dus dit zal een pittig debatje worden. Dit en meer vandaag in Den Haag. Nou, dan gaan we eens even kijken wat er in de kranten staat, Iwan. Te beginnen op de voorpagina van NRC. Provincies zeggen te weinig stikstofgeld. De 24 miljard die het kabinet heeft gereserveerd om onder andere boeren uit te kopen zou bij lange na niet voldoende zijn. En aan de andere kant, we hebben een nieuw record, zegt de Financiële Telegraaf. Landbouwexport op ruim 122 miljard. We hebben vorig jaar 17% meer uitgevoerd aan landbouwproducten. En dat komt met name door de hogere exportprijzen. Niet omdat we meer zijn gaan uitvoeren, maar we konden er meer voor vragen. In de Financiële Telegraaf, verkoopgolf door huurregels. Bij honderdduizenden woningen in de vrije sector gaat er gemiddeld zo'n €190 aan huur per maand af. Als woonminister Hugo de Jonge zijn plan voor de regulering van het middensegment doorzet. En de vraag is, wie wil die woningen dan houden als je ze nu verhuurt? In het FD, Nederlandse pensioenen stijgen in 2023 dit jaar dus met een uitzonderlijke 7,2%. Blijkt uit een inventarisatie van het FD. Bij de pensioenfondsen en die indexaties, die stijgen allemaal door verbeterde financiën, maar ook door maatschappelijke druk. In de Telegraaf een oproep van Stef Blok. Strengere controle EU-coronafonds. Ons land was al geen voorstander van het rondpompen van honderden miljarden euro's via zo'n Europa-coronafonds. Maar nu blijkt ook dat er amper zicht is op wat de lidstaten eigenlijk mee doen en of ze ook doen wat ze beloven. Stef Blok, die is tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer, die slaat alarm en roept Brussel dus op om onmiddellijk de controles aan te scherpen. Ja, dan in Trouw, werknemers staan sterk in arbeidsconflict. Juridische barometer weerspiegelt de kwesties die het land bezighoudt. Namelijk krapt op de arbeidsmarkt en fors gestegen prijzen. Grote vervuilers leggen een recordbedrag voor uitstoot neer, wordt zegt Trouw ook. De verkoop van de CO2-uitstootrechten, vertelt al, leverde vorig jaar 1 miljard op voor de staatskas. Beetje nieuws van gisteren, maar vandaag op de voorpagina van de Volkskrant. Erdogan, Zweden kan steun voor NAVO-toetreding vergeten. De Turkse president zet de hakken in het zand na ophef over een demonstratie waar een Koran werd verbrand. Aankomende verkiezingen in Turkije kunnen een rol spelen bij de tactiek van Erdogan. Ja, en dan, optimisme is nooit dood als Richard de Mos heet. Want in de Volkskrant, dit is de weg naar mijn eerherstel, zei de Haagse politicus gisteren toen hij terecht stond voor corruptie. NRC tot slot. Twist over tanks ondermijnt eenheid. Debat over het wel of niet uitleveren van die Leopard 2-tanks is sinds het begin van de oorlog een van de weinige grote meningsverschillen in het Westen. En eigenlijk nog steeds. En dan, Iwan, journalisten die overstappen naar de wereld van corporate PR en communicatie, die worden door oud-collega's, we weten het, vaak beschuldigd te zijn overgestapt naar de dark side. Nou, hier dan een mooi voorbeeld voor als je als journalist vindt dat je meer verdient dan de boekenbonnen die je nu krijgt. Want de absolute Dark Lord prijs voor 2022 gaan we nu al toewijzen aan Jeff Morrell. Oud-journalist die als hoofd van de PR-afdeling van Disney in 3 maanden tijd $150.000... Zo. Per dag verdiende. Per dag? Ja, daarom. Hij was er aan het werk van januari tot april 2022. En zijn salaris, bonussen en een 500.000 voor de verhuizing van zijn gezin van Londen naar Los Angeles. En een extra 500.000 ter compensatie voor
unieke omstandigheden, zoals dat beschreven. Plus het feit dat de rest van zijn contract werd uitbetaald tot 1 oktober... komt samen neer op een somma van $10 miljoen. Kijk. Ruim voor 3 maanden werk. Maar waarom vloog hij er al na 3 maanden uit? Nou, de toenmalige CEO van Disney, Bob Chapek... die had zich nogal onhandig uitgelaten in het debat over de wetgeving... van de staat Florida, die lesgeven over... genderidentiteit en seksuele geaardheid verbiedt tot en met de 3e klas. Dat staat algemeen bekend in Amerika als don't say gay. Nou, die PR-storm die overleefde Jeff niet, maar wel die 10 miljoen. En niet getreurd, hij is inmiddels directeur van de wereldwijde strategie- en communicatie-eenheid van Teneo, een adviesbureau voor CEO's. En ik denk dat hij dat niet voor niks doet. Wij zijn BNR, een commerciële nieuwszender die volledig journalistiek onafhankelijk is. Wij zijn 100% financieel afhankelijk van adverteerders en sponsors. Maar onze programma's zijn 100% journalistiek onafhankelijk. Daarvoor willen we sponsoren zoals Annexum en Levi 9 bedanken. Deze zakelijke vrienden weten namelijk dat nieuws niet te koop is. Maar weten ook dat nieuws maken geld kost. En dat de waarde van sponsoring onbetaalbaar is. Want door hun naam te verbinden aan BNR... verbinden ze zich aan het hart van de zakelijke doelgroep. En daarmee bouwen ze aan hun merk en bedrijf. Word ook sponsor van BNR. Ga naar bnr.nl/contact.